Like deze video binnen 3 seconden, dan ga ik dit soort challenges vaak doen. Mijn naam is DutchTuber en zoals jullie boven mijn hoofd kunnen zien ben ik een parent, oftewel een ouder. Maar in deze video moet ik als ouder zijnde 24 uur, dat is in Roblox eigenlijk gewoon één video, leven als kind. Dus een kind houdt van kleding. Veel kleding. Nieuwe kleding. Dus wij gaan de kledingwinkel in. Jongens en meisjes. Oh gosh. Kijk, een kind kan dit gewoon doen. Die kan op deze manier naar buiten en dan is er helemaal niks aan de hand. Maar ja, Soraya kennende, wat eigenlijk ook nog wel een beetje een kind is. Een ponyhoofd is fantastisch. Alleen die kan ik niet kopen schijnbaar. Oké, dat is jammer. Jongens en meisjes, wij gaan vandaag in Life in Paradise. Wat een Roblox game is die een beetje gebaseerd is op het echte leven. Proberen te leven als kind. En ja, wat vindt een kind allemaal leuk om te doen? Een kind vindt het sowieso leuk om dingen te doen die hij niet mag. Wat kunnen wij doen? We kunnen naar huis. We kunnen naar ons eigen huis. Dat is op zich een leuk idee. Maar ik zie daar allemaal verschillende soorten rare winkels. Er is een gym. Wat heeft een kind te zoeken in een gym? Niet erg veel. Er is hier een soort van club. Daar heeft een kind eigenlijk ook niet heel erg veel te zoeken. Er is een bioscoop! Oké, luister. Daar wil ik sowieso naartoe gaan, jongens. Alleen hebben we wel een ticket nodig. Gaan wij een ticket kopen of gaan we proberen stiekem binnen te komen? Nee, we gaan wel een ticket kopen. Ik ben een kind. Of ik ben eigenlijk een ouder. Maar ik moet een kind spelen. Dus het gaat zonde zijn van mijn geld. Oké, laten we een ticket kopen. Ticket is gekocht, denk ik. En laten we een taco kopen. Jongens en meisjes, ik eet de taco alvast op. Ik heb de ticket in mijn handen. Oh, jongens. Oké, het allereerste wat een kind leuk vindt om te doen is gedaan. Namelijk naar de bioscoop gaan. We gaan gelijk weer naar buiten. We hebben nog zoveel te doen, jongens. Dat is niet normaal. Een pet. 100 Robux. Oh, waarom heb ik dit nou gedaan? Deze challenge gaat mij virtueel geld kosten. Oké, een kind houdt van dieren. Bye now, jongens. Oké, over wat voor dieren hebben we het dan? Oké, luister. Oké, waar houdt een kind van? Een hond? Een pinguïn? Een kind houdt vooral van dingen die in de realiteit misschien niet mogelijk zijn. Een dinosaurier! Oh gosh. Waar is de dinosaurier? Span. Jongens! Oh! Dit is een selfie-camera. Oh, jawel! Kijk, het is gelukt, jongens. Ik heb een hond. Maar nee, ik wou een dinosaurier. Oké, daar gaan we, jongens. 3, 2, 1. Yes! Oké, luister. Mijn eerste 3 missies zijn eigenlijk al wel een soort van behaald. Zou je kunnen zeggen. Ik heb epische kleding aan. Kleding die een kind graag zou willen hebben. Ik ben naar de bioscoop geweest en ik heb een leuke konijnenfilm gezien. Ik heb mijn eigen epische, misschien niet helemaal realistische, maar toch mooie huisdier. Jongens, ze hebben hier een pompoenauto. Deze is VIP Plus. En eigenlijk is het heel zonde om hem te kopen. Maar een kind zou dat natuurlijk wel willen. Oké, hoe duur is die? Het is vast niet veel te duur, right? Kan ik er... Nee! Je kunt hem niet meer kopen. Hij is uitverkocht. Oké, normaal gezien zou een kind dan heel erg hard beginnen te schreeuwen en huilen. Zeg maar, ik speel geen kind van 8, 9. Ik speel echt gewoon een kind van... 3 of zo? Ik heb echt geen idee. Nee, dat maakt... Kijk, elk kind is natuurlijk anders. Misschien dat jij iemand bent geweest die nooit echt moest huilen. Maar ik speel even dat... stereotype, weet je wel, van iemand die gewoon heel veel dingen leuk vindt en die overal van houdt en die alles wilt aanraken en alles wilt hebben. Oké, kort samengevat, de pompoenauto is het niet geworden. En dat is een teleurstelling. Met andere woorden, ik zal iets moeten vinden wat die teleurstelling te goed kan doen. En dit is het winkelcentrum. Oh, jongens, we gaan naar binnen. Oh, ik zie nu al zoveel dingen die ik als kind zijnde... Kijk, weet je, laten we zeggen dat ik mezelf als kind zijnde speel, oké? Wat zou ik dan willen? Ice cream. Ice cream for sure, jongens. Let's get it. Er zijn zoveel verschillende soorten. We hebben er één van $30, dat is een vanille. We hebben er één van $100, dat is een sundae-ijsje. Kan ik die kopen? Ik heb niet genoeg geld, jongens. Oké, weet je wat? We kopen een heel klein beetje geld erbij. Oh, dit is alweer de tweede keer dat ik 99 Robux uit moet geven.
het leven als kind is zwaar. Oké, of nou ja, het leven van een ouder die als kind probeert te leven is zwaar. Oké, daar gaan we jongens. We gaan het nog een keer proberen. Bye. Yes! Oh jongens! Ik heb het ijsje te pakken! Oké, daar gaan we. 3, 2. Waarom loop je voor me? Ik wil een ijsje eten. Nom. Yes, dat was fantastisch. Oké, wat kunnen we hier nog meer kopen? Er moet toch wel meer. Ik zie gear en adoptie. Eigenlijk moet ik dus geen parent zijn, maar eigenlijk moet ik een kid zijn. Ik ben officieel een kind, jongens. Ik kan er niks anders aan doen. Ik ben een kind. Ik heb al 200 Robux uitgegeven. Dit is zo erg. Weet je, een kind is ook heel snel weer dat hij iets anders wil. Dus weet je, deze outfit van 3 minuten geleden. Ik ben hem helemaal zat. Ik wil iets anders. Oh, ik wil deze. Ik wil die. Oh, yes! Dit is exact wat ik wou. Een lelijke octopus op mijn hoofd. Sorry, octopus. Ik hou van je. Maar je ziet er een beetje apart uit. En nu wil ik gear. Jongens. Ik wil die mega vuurwerk hebben. Dat. Oh gosh! Wij kunnen een glider kopen! Of, tenminste, daar hebben we eigenlijk niet genoeg geld voor. Jongens, daar gaan we weer. Waarom, Job? Wat doe je jezelf toch aan? Oh, weer 200 Robux weg. Oké, daar gaan we. Bye. Heb ik de glider? Jongens? Heb ik de glider? Of heb ik hem niet? Bye. Ik kan hem niet kopen. Waarom? En de pony? Ook niet. Huh? Jongens, waarom? Oh. Oké, wacht. Kan ik hem niet via de store kopen? Even kijken. Oh, wat is dit allemaal? Oh gosh, jongens. Voor 30 Robux kan ik een kinderwagen kopen. Over een kinderwagen gesproken. Er is hier natuurlijk wel een adoptiecenter. Wat kan ik hier doen? Er is hier letterlijk helemaal niemand. Heb ik geen huis of zo? Oh, wacht even. Er is hier wel een huis emoji. Move out. House control. Wacht even. Wat een kind natuurlijk altijd graag wil doen, zijn dingen veranderen die eigenlijk niet veranderd mogen worden. Dus misschien dat ik even een bezoekje moet brengen aan mijn huis. Alleen, dat kan natuurlijk wel op een wat snellere manier. Oh, jongens. Een raceauto! Hoe duur is deze raceauto? Raceauto! Raceauto, hoe duur ben jij? Oh, nou ja, tuurlijk. Ik ben een kind. Ik mag helemaal niet in een raceauto. Er is wel een restaurant. En wat is dit? Hiernaast is ook iets. Oh gosh. We kunnen hier huizen kopen. Oh, jongens, gaan we dat doen? Oké, we gaan het doen. Bye now. Oh gosh, jongens. Wat? We hebben ons eigen huis! Een kind koopt een huis omdat hij 24 uur de baas is. En ik moet eigenlijk naar school. Maar ja, ik leef als een kind. Ik heb het weggeklikt, jongens. Het mag helemaal niet. Oké, we gaan even kijken. Normaal moet je altijd naar school gaan, hè, jongens. Dat is belangrijk. Wat kan ik nog doen? Ik heb een huis, ik heb kleding, ik heb lekker gegeten. Ja, weet je, op zich is het misschien wel mooi als ik mijn huis een klein beetje uitbreid. Tja! Oh, dat kan niet. Ik wou bijna zeggen dat ik 2 huizen tegelijkertijd wou kopen. Oké, we hebben een huis. Wat is dit? Oh, yo! Kijk dan, dit is cool. Wow, dat is zo nice. En wat hebben we hier? Hier hebben we een raket, maar ik moet even iets hebben waarmee ik wat sneller naar voren kan. Een UFO. Oh, zouden we die kunnen kopen? Dan kunnen we naar een andere planeet. Dat is zo gaaf. En hier is een pony. Ik hoop maar dat Soraya het niet zit. En ja, die club ben ik ook nog niet in geweest. Jongens, er is zoveel wat ik wil doen, maar ik heb echt even een vervoersmiddel nodig. Kan ik dat hier niet krijgen? Oké, weet je, ik koop dit ding wel. Een baby stroller. Heb ik hem nu? Ik heb net iets gekocht, maar ik heb het niet. Oh gosh, we kunnen onszelf helemaal aanpassen. We kunnen zelfs... Oh, VIP kost 600 Robux. En wat is dit allemaal? We kunnen onszelf veranderen in een weerwolf. Oh, we kunnen onszelf helemaal aanpassen zelfs. Oké, wat vindt een kind leuk? Een ander soort gezicht. Ja, een grappig gezicht. Dit is wat we nodig hebben, jongens. Dit is exact wat we nodig hebben. Oeh, de daycare. Daar zijn we iets te oud voor. Tenminste, dat is wat wij natuurlijk zullen zeggen. Waar kunnen we... Ik zie daar een piratenschip.
Alleen jongens, ik moet... Ah, ik heb een speed coil de hele tijd. Dus ik kan sowieso al sneller. Oké, laten we hier even binnenkijken. Club Ruby. Oh gosh. Wat is dit, jongens? Ik wil dansen. Boogie. Laat me de boogie doen. Oh, nee, ik mag niet dansen. Nou, dan ga ik wel weer weg. Dan gaan we kijken bij het piratenschip. Maar ik heb nog steeds, jongens... Het kind is 24 uur de baas. Dus ik moet nog steeds even iets vinden... Waarmee ik sneller kan voortbewegen. Dus een auto of iets cools in ieder geval. Huh, een zwembad. Yo, dit is hier gewoon een mega zwembad. Ik moet alleen wel even de juiste outfit aandoen. Of tenminste, een kind zou dat niet doen. YOLO boys, woo! Oh gosh jongens, ik zie er zo episch uit. Oké, we hebben even gezwommen. We hebben echt van alles gedaan al, hè, jongens. We zijn echt overal naartoe geweest. We hebben van alles gedaan. Kan ik hier overheen? Er is daar ook nog een gym. Maar er zijn niet echt dingen meer die ik kan kopen. In de store is er ook niet. Ja, je hebt VI. Een super speed coil. Waarschijnlijk moet ik de game opnieuw opstarten, jongens. We gaan de game even opnieuw opstarten. Dit is trouwens niet live in Paradise. Dit is gewoon Blockchain Live. We gaan de game opnieuw opstarten om te kijken of we nu dus wel de dingen hebben gekregen die we horen te krijgen. Ja, we hebben ze, jongens. Oh gosh, jongens. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh, de game die staat vast. Ja, jullie zien het. Nice. Oh, ik heb een super speed coil. Nice! Oh gosh, en wat is dit? Oh, oh jongens. Kunnen wij deze... Jongens, kunnen wij deze auto... Dit vehicle wil kost 60.000 cash! Hoe duur is dat? 60.000 cash. Dat is heel duur, hè? Oh nee, dat is veel te duur. Dat is 4.000 Robux, dat heb ik gewoon letterlijk niet eens. Hoe moet ik dat nou weer doen, jongens? Waar komt dat vandaan? En ik heb ook die baby stroller. Terwijl ik geen eens een baby heb eigenlijk. Dit is echt super weird. Oeh. We kunnen op... Hey, misschien kunnen we deze auto kopen. Ik blijf een kind. Ik wil natuurlijk alles kopen wat ik zie. Hoe duur is deze? 2500 cash, jongens en meisjes. Dames en heren. Oh, dit is zo duur. Het spijt me. Maar ik moet dit doen. Ik ben een kind. En ik ga mijn eigen auto kopen. Let's get it, man, bro. Oh, gosh. Oké, en ik ga de school in. Ik ga de school in, jongens. Oh, dit is zo gaaf. Kan ik hier ook nog iets doen? Rennen door de school mag eigenlijk ook niet. Maar ja, goed, ik blijf natuurlijk een kind, hè. Rennen door de sporthal. Hal, ja, dat mag eigenlijk wel. Maar toch, ik doe het gewoon. Oh, wat hebben we hier? Een café. Oh, jongens. Normaal gezien moet je natuurlijk gezond lunchen. Maar omdat ik als een kind moet leven. En ja, echt een jong kind. Mezelf toen ik jong was. Heb ik natuurlijk wel zin in een hamburgertje. En heb ik eigenlijk ook wel zin in misschien... Ja, waar heb ik nog meer zin in? Doe mij maar een lekkere milkshake. Oh jongens, daar gaan we. We drinken de eerste milkshake. We drinken de tweede milkshake. Oh, en we drinken de hamburger. Oh, die drinken we niet, die eten. Zeg maar een hamburger drinken zou een klein beetje raar zijn. En nu gaan we weer naar buiten toe. Want waar staat onze Mini Cooper eigenlijk? Zo raar om te zeggen, ik ben een kind in de Mini Cooper. Ja hoor, daar is die. En we gaan weer weg van hier. Oh, verkeerde kant. Ik moet er via deze kant in. Ja, let's go jongens. Is er nog iets wat wij... Is dit nou een groter huis? Oh. Jongens, dit is een veel groter huis. Jongens, ik wil die hebben. Move out. Ik ga uit dit oude huis. Ben ik nu uit het oude huis? Ik wil dit grote huis. Ik wil uit mijn oude huis. Move out. Het kan niet, jongens. Ik kan mijn eigen huis niet wegdoen. Jammer, anders had ik dat grote huis willen kopen. Dat leek me best wel episch. Nou, ik denk dat ik het meestal heb gedaan hier, jongens. Ik weet niet. Oh, wacht, ik zie daar nog iets. Ik denk dat ik dat nog niet eerder heb gezien, of wel? Wat is dit? Ah, dit is gewoon het begin. Oké, nou, ik vond het een zeer interessante video. Het was leuk om mee te maken. Vond jij dan ook een leuke video? Vergeet dan zeker niet... Oh, deze auto die... Oh, wat? 50 cash. Ik heb nog een auto gekocht. Alleen die zit vast een soort van. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Er zitten meer auto's vast. Dit is zo raar. Het leven als kind was leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog op de video als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zeg adios.